Marvin van Velzen, jij mag nog een keer naar de modus toe. Hoe was eigenlijk de eerste keer? Want we hebben je een lange tijd wat minder gezien. En toen mocht je een keer naar de modus. Is dat een beetje de wake-up call geweest? Nou, het is wel een... De allereerste keer was het natuurlijk puur op uitnodiging. Het was ook wel op een moment dat het niet ook zo lekker uitkwam. Het was ik niet lekker in vorm en ik ging er eigenlijk puur op... We gaan het wel zien. En nu eigenlijk gewoon dik verdiend twee keer. Dus dan ga ik er toch met een andere mentaliteit heen als de eerste keer eigenlijk. Ja, wat is zijn wake-up call? Heb je jou wat langere tijd na corona niet meteen helemaal gezien? Was daar een bepaalde reden voor? Of was je een beetje klaar met het darten? Of? Nee, eigenlijk niet bepaald. Iedere darter heeft er wel eens. Die heeft een periode in zijn carrière dat niet loopt. Ja, dat heb ik ook. En nu ook om mezelf gaan wonen, dus dan, dat is inderdaad ook wel een verandering in je leven wat ook meespeelt. En nu eigenlijk wel gesetteld en blij dat het hard werken beloond wordt. Ja, je kan weer gaan darten. Heb je een soort plannen voor jezelf uitgestippeld? Ja, eigenlijk was het wel een beetje de afgelopen paar dagen wel een beetje druk erop. Want eigenlijk mijn doel was dus nog inderdaad één keer modus bewijzen, ook omdat die de vorige keer niet fantastisch liep. Dus was mijn doel nog één keer modus mogen doen en laten zien wat ik kan. En uiteindelijk zelfs twee keer, dus dat is top. Over een plan, zien we jouw Q-School terug? Of ga je nog een jaar? Nee, niet. Ik heb voor mij het plan getrokken, zeker omdat development tour vorig jaar ook niet fantastisch was. Heb ik gezegd van, ik doe dit jaar development tour. Ik ga kijken hoe dat loopt. En als het goed loopt, dan pak ik door. Gaan we er ook alles aan doen. En zo anders, dan gaan we het wel zien. Dus, maar met goede moed. Leekzaad een idee? Of voor dat te veel reizen? Het is wel veel reizen. Zeker nu twee weken modus erbij. Development tour erbij. Dus dat zijn al best wel veel weken, dagen vrij. En je zit natuurlijk ook gewoon met je werk. Dus ik heb nog geen vrij voor mijn bonus. Dus ik moet er even vragen. Goed, we gaan jou terugzien op modus komend jaar. Dankjewel.